We staan voor het pand dat binnen nu en een week omgetoverd is in één groot Halloween festijn. Jullie gaan ons direct binnen laten zien wat de achtergrond is, de letterlijke achtergrond van al die bewegingen, van al die spannende dingen. Vertel hoe jullie ooit op het idee zijn gekomen. Ja, we zijn eigenlijk begonnen is het met mijn broertje. Die heeft toen voor een, wat was dat nou, 4 jaar geleden of zo? Ja, een paar pompoenen uitgesneden. Die hadden we hier op deze pilaren neergezet. Ja. En ja, dat oogde zo leuk dat we op een gegeven moment het jaar daarop eigenlijk datzelfde plan hadden. En dat was in de coronatijd, dus tijd te veel en kon ook niet echt iets doen. Dus had ook wat centjes over. En zodoende zijn we eigenlijk pompoenen gaan kopen. En ja, vanaf dat moment is het eigenlijk helemaal geëscaleerd. Er was geen meer rem op. Dat was hek van de dam. Ja. Die escalatie die zorgt ook voor inventiviteit, hè, Wouter? Jullie hebben van alles bedacht om dingen te laten bewegen, te laten roken, te laten dansen, te laten zweven. Ja, ja, we komen allebei niet echt uit die wereld, om het zo maar te zeggen. Maar je gaat dan even zoeken en dan is tegenwoordig internet toch je grootste vriend. Met wat mensen praten en dan kom je op ideeën en dan ga je dingen uitproberen. Een heleboel dingen, eigenlijk de meeste dingen lukken niet. Die gaan niet volgens planning. Het mooie ervan is, wij weten het, maar ja, als je staat te kijken, dan zie je die dingen niet. Dus dat is dan niet zo erg, om het zo maar te zeggen. Maar het is af en toe wel frustrerend, moet ik zeggen, hoor. We gaan zo dadelijk naar binnen en we gaan kijken naar al die geheimen op de achtergrond. Dank jullie wel.